Ja, verraad vind ik het. Ja, het is het enige wat ik kan zeggen. Ik vind het geen stap omhoog voor mijn part. Dus, Waardeloos van Berghuis. Want? Nou ja, dat verwacht je niet van een aanvoerder van Feyenoord. Bij sportcomplex Varkenoord in Rotterdam zijn de supporters op zijn zachtst gezegd witheet door de pikante transfer van Berghuis naar Ajax. Ik denk dat hij beter niet meer terug kan komen naar Rotterdam. Nee. En... Oh, de hele stad niet meer in kan komen? Nee. Nee, maar ik denk dat hij dat ook niet meer durft. Ja, verraad vind ik het. Ja, het is het enige wat ik kan zeggen. Ik vind het geen stap omhoog voor mijn part. Ja, Champions League voetbal en een grotere kans op deelname WK in Qatar natuurlijk. Want ja, als je bij Ajax speelt, heb je toch wel een iets grotere kans, hè? Als ik het zo hoor en de krantenberichten lees, dan doet hij het voor de poen. Want hij gaat daar toch het dubbele verdienen als wat hij hier bij Feyenoord heeft verdiend. Hij gaat daar op de bank zitten. Dat denk ik. Maar goed, als hij daar gelukkig van wordt, dan moet hij dat doen. Als ik een shirt had gehad met inderdaad Berghuis erop, dan had ik hem verbrand, ja. Ja, ja, nee, serieus. Ja, in principe gewoon qua sportiviteit is Ajax uiteraard wel een stap omhoog. Je speelt gewoon uiteraard elk jaar bijna de Champions League. Hey, ja, dat is, ja. Ik ben ook even weggaan. Nee. Je moet wel eerlijk wezen. Ja, nou ja, ik kijk vanuit Feyenoord hart, dus... Aanvoerder liep heel het seizoen de logo van Feyenoord te kussen. Het is een leugenaar eerste klas. Nou, ik ben heel benieuwd naar de wedstrijd. Feyenoord-Ajax. Ja, op zijn verjaardag, toch? Ja, verjaardag. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.